De inspiratie van Corporate Crash komt bij mij heel vaak uit het Azië. En in mijn vorige werk, voor 2000, heb ik veel gewerkt in Korea. En in Korea heb ik geleerd de mountain vegetables. Korea is een land dat in de Koreaanse oorlog, 1953 geloof ik zo'n beetje, helemaal verwoest was. Er was bijna geen boom stond er meer. En het enige voedsel dat er was, was eigenlijk wat in de bergen nog groeide. En voor Korea is dat nog steeds, in het vroege voorjaar, al die producten uit die bergen vandaan, dat is een delicatesse. Nou, we zijn in het voorjaar in Korea geweest met een aantal chefs. Het hebben we gezocht naar die smaken. En daar is voortgekomen dit mooie product. We noemen het Gangnam. Ik zal straks uitleggen waarom. En het is een soort van sedum. En het is heel fris, heel knisperig. Hele mooie bite. En dit wordt met name in Korea gebruikt op, om het voorjaar uit te duiden. Je moet je voorstellen, een mooi gerechtje, dan fris groen erbovenop. Jongens, het is voorjaar. Het alles bloeit weer. Bibimbap, dat is een heel mooi gerechtje met rijst en zo. Daar past het heel mooi bij. Je kan het gewoon kopen in de supermarkt in Korea. En alleen het wordt niet geteeld. Nou, we hebben wat moeite moeten doen om het voor elkaar te kunnen krijgen. Wij telen het nu, want ik ben niet zo van wildpluk, want dan ga je toch de natuur mee aantasten. Dit komt uit onze eigen kas vandaan en jaar rond beschikbaar. Fris van smaak. Die knapperigheid, die bite, dat is gewoon heel grappig. En een leuk product, Gangnam. Ja, en wat is Gangnam? Gangnam Style. Wop, 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 wop. Wop aan Gangnam Style. Gangnam Style. Wop, wop, wop. Wop aan Gangnam Style.